Dat zijn onder meer het Apeldoorns Kanaal, bedrijvenpark H2O op de Noord-Veluwe, de railterminal bij Valburg en de Laberg bij Groenlo. Door de uitspraak vallen de vergunningen in het water en is het dus afwachten. Het is volgens de provincie noodzakelijk dat er snel duidelijkheid komt. Eén ding is heel helder. Wat Nederland bedacht had hoe we dit konden doen, namelijk met elkaar samenleven, dus wonen, werken, producten telen, dieren houden en de stikstof terugbrengen, zo kan het niet. Nou, de stikstof moet worden teruggebracht, dat staat als een paal boven water, daar is geen discussie over. Maar we willen eigenlijk ook wel huizen bouwen. En ja, we wilden ook die verkeersknooppunten oplossen en we wilden ook graag koeien in de wei. Zo plat ligt de vraag feitelijk. Nou, daar wordt aan gewerkt hoe we dat dan moeten doen in Nederland.